Daar is hij, daar is hij. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben net klaar met editen, dus ik kan de dag lekker gaan beginnen. En als het goed is, oh, er staat hier nog een stoel. Oeh. Ella laat net aan mij zien, er vliegen net twee, hoe noem je dat? Apachas, ik weet niet. Zo'n helikopter met twee van die propellers, weet je? Die heel veel... Had er één? Zo'n grote? Ja. Nou goed, een militaire helikopter vloog er net langs. En Ella vindt dat een beetje spannend, want die denkt dat er dan gelijk oorlog is. Maar dat is niet zo, schat. Er is niet opeens oorlog. Dus we kunnen vandaag gewoon... Huh? Kijk, daar gaat hij weer! Oh, daar. Kijk, jongens. Hey, maar hij maakt net het rondjes. Nee, dat is weer... Hier, daar komt hij weer, jongens. Hier, ik heb even snel de andere lens opgezet, maar daar vliegt hij, jongens. Echt gek. Kom, we gaan naar de woonkamer. Oh, hè? Kijk. Het is echt gek. Nu vliegt hij weer daarheen. Hè? Hij maakt de hele tijd rondjes hier. Ik ga hier proberen. Doe eens even normaal. Nou, we gaan weer naar binnen. Er is niks aan de hand, hoor, jongens. Dit is waarschijnlijk gewoon... Misschien is ze wel... Misschien is ze wel aan het oefenen. Misschien is het wel gewoon een... Oh, kijk. Ik weet of jullie het zien, jongens, maar daar op de snelweg rijden nu van die Range Rovers langs met sirenes en zo. Soms dan hoor je inderdaad hier sirenes, maar volgens mij is dit de route naar een bepaalde gevangenis. Dus ik denk dat het gewoon een soort van escort is. Hier, daar gaan al die... Ja, dat noem je een escort. Oh. Niet een escort. niet een escort waar jij aan denkt. Nee, dus waarschijnlijk wordt iemand naar de gevangenis gebracht. En willen ze extra beveiliging. En dan zweeft er een... Zo, het zijn er echt veel. Ja, het zijn er heel veel. Nou, dan wordt er iemand belangrijk. Of dan echt een hele enge boef of een belangrijk persoon wordt er... Er komt geen oorlog, schat. Doe maar rustig. Het is vandaag vrijdag en voor jullie is het zaterdag. Maar zoals ik vorige keer ook al zei, vind ik het leuk om met jullie de nieuwe muziek van deze week te luisteren. Dus ik ga naar de New Music Friday Spotify list en dan gaan we eens eventjes luisteren, jongens. We gaan even kijken of wat leuks tussen staat. Oh, dit ziet... Oh ja, het album van Boef is natuurlijk uitgekomen. Dus hier heb je... Een nummer, Al die dagen met Boef en Ronnie Flex. Al die dagen in de regen, al die dagen in het veld. Rennen in mijn eentje, ik moest rennen voor mezelf. Zo, deze is wel hard hoor. Ja, sowieso, Ronnie Flex is hard, Boef is hard. Dus als je hun samen op een track hoort, is sowieso altijd dik. Even kijken, Sigourney K en Kraantje Papi. Ben je wakker? Ben je wakker? Kan je slapen? Lig je na je telefoon te staren? Ja, ik weet niet, het is niet helemaal mijn stijl, dus we gaan door. Holiday van Remma. En Remma is de artiest die ook van Baby Calm Down. Dus even luisteren. Ja, dit soort muziek is altijd lekker om te luisteren, jongens. Het is gewoon top. Even kijken, wat hebben we nog meer wat me aanspreekt? Ik heb hier Henkie T en Leiden. Ja, prima. Weet je wat ik dus heel vaak heb? Heel vaak moet ik nummers echt vaker luisteren. Kan ik er echt een mening over geven, maar het klinkt goed. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ah, Ruben Anning. Geef me dan iets. Geef me dan iets, zeg maar. De reden dat je me vervaart. Ja, Ruben is goed. Ruben maakt echt vette muziek. Ruben heeft trouwens ook meegeschreven met het nummer Diepe. Van spring je met me in het diepe, diepe. Dus dat is leuk. Even kijken, wat hebben we nog meer in het lijstje staan wat me aanspreekt? Ik heb echt van de kiekeboe. Zeg die bitches to the loop. Jongens, ik denk dat ik er wel een beetje doorheen ben. Dus ik dacht, ik ga het gewoon weer filmen. Want vorige keer vond ik het leuk. Dus ja, dat was hem weer, jongens. De New Music Friday van deze week. Welke nummers mij een beetje aanspraken. Ella en ik hebben nog niet echt ontbeten. Ja, we hebben een beetje kwark op, maar nog niet echt ontbeten. Dus wij gaan gezellig lunchen in de stad. Jij hebt gereserveerd, toch? Ja. Waar gaan we heen? Naar George. Mag ik me zeggen dat ik heel blij ben met mijn outfit? Echt, mensen die TikTok van ons hebben gezien, die herkennen ons echt zo in de vlog. Ja, ik weet niet, ik vind het lekker outfit. Wat ik al sowieso zei, ik ben zo blij met deze broek. Hij zit lekker, hij is gewoon mooi. En dan heb ik die Nike of Whites aan. Godzijdank, goede billen in deze broek. Ha, let's go. Ik heb weer geen jas meegenomen. Echt een slechte gewoonte. Ik ga vaak de deur uit zonder jas.
Is het koud buiten vandaag? Ik ben net zo lang buiten geweest als jij vandaag, dus... We gaan het zien! Daar lopen we dan, jongens. In Amsterdam. Weet je wat lekker is, jongens? Ik ben mijn jas vergeten, maar het is gelukkig niet koud. Oh, ik heb echt zin in een clubcenter. Jij zegt dat daar een hele lekkere clubcenter is. Ja. Nou, dan gaan we het zien, jongens. Je moet altijd wel even puzzelen hoe je moet eten. Oh. Maar uiteindelijk, ja. Dan lukt het wel. Ja. Vanavond wordt ook gezellig, aangezien Danny die komt naar ons toe. En dan gaan we gezellig met z'n allen naar Joris, gaan we daar lekker een drankje doen. Want het is weekend, het is vrijdag. Dus dan gaan we genieten. Je smelt zo van die toeten. Ja. Oh, hij zit daar, dus die schrok wel. Die gast die het dan leuk vindt. Kom maar, ik zie je volgen, ja. Ik ga toeteren. Oh, nou. Maar was dat echt daarom? Ja, oh. Het zat allemaal te lachen. Wat een leuk plekje zo, hè? Ja. Oh, ik heb een trek, jongens. Niet normaal. Oh. We kunnen leuk in de spiegel kijken zo. Bed hair day. Nee, je ziet er, ik wilde echt net zeggen, je ziet er goed uit in het licht zo. Huh? Oh. Oh. Kijk eens even. Dit ziet er wel echt top uit. Holy shit. Huh? Dit bedoelde ik, maar het lijkt heel moeilijk te eten. Nee, maar het zijn allemaal van die kleintjes. Nou jongens, dit ziet er goed uit. Dus ik ga je even van genieten. Het nadeel van parkeren in Amsterdam, jongens. Het is wel krap. Maar, we zitten weer in de... Mijn schijn loopt zo, zie je dat? Ja, dat is een riviertje in de jungle. Specifiek? Ja, mooi hè. Maar wij zitten weer lekker in de auto, jongens. We hebben ons buikje weer... Vol of rond gegeten? Rond. Dat zei je toch net zelf? We hebben ons buikje weer rond gegeten. Oh. Dus we gaan weer lekker naar huis, jongens. Oh. We gaan weer lekker naar huis. Ik zei het net ook tegen El. Soms vind ik het gewoon lekker om gewoon lekker de auto in te gaan en dan inderdaad gewoon lekker naar de stad te rijden. Vind ik gezellig. Hier is altijd een beetje, ja, gewoon leven. Rumoer. Een beetje lekker even ergens eten. En dan vind ik het dus ook zo lekker dat je dan nu weer gewoon lekker naar huis kan. En dat je weer zo van in de rust komt. Gaan we toch lopen? Gaan we lopen? Nee! Ik zei net dat wij naar Joris gingen en daar gingen een drankje gingen doen en gezellig gingen chillen. Maar we gaan hier chillen. Dus Danny staat beneden. Dus ik ga hem even naar binnen laten. Daar is hij, daar is hij. Daar is hij, de meneer. Helemaal broer. Kom voor. Hoe is hij? Goed met jou? Ah, kijk eens dan. Voordat we even de auto gaan parkeren, gaan we even een stukje rijden. Want dit is de eerste keer dat ik in de auto, zit, hè? Spannend, jongen. Ja, ik vind het oprecht. Want het is natuurlijk een Porsche Turbo S en dat is ook de snelste. Dat is toch eigenlijk de killer van eigenlijk alles? De killer van alle supercars, ja. Zeggen ze wel. Hoeveel pk zit erin? 650. 650, what the fuck. Niet normaal, hè? Dat is niet normaal, hè? Niet normaal. Nee, maar ik ga niet drinken vanavond. Dan ga ik naar huis. Ik ga niet uitstappen. Nee jongens, ga vanavond gezellig een drankje doen. Ik weet niet, de laatste zit er echt in dat we elke vrijdag een drankje gaan doen. Gewoon Eén keer per week. Eén keer per week. Dat is op zich wel goed, toch? Jezus, maat. Holy shit, wat is dat ding snel. Helemaal, hè? What the fuck? Huh? Hè? Pik, dit ding is niet normaal. Zo! Oh. Hé, hey, maar serieus, ik heb ook in veel auto's gezeten, maar dit is echt... Dit is next level. Ja, maar dat komt omdat hij ook gewoon gelijk pakt en natuurlijk vierwiel aangedreven is, toch? En turbo's natuurlijk. En turbo's, wajo. Jezus. Oh. Luiscontrol doen. Wat? Luiscontrol. What the fuck? Dit was niet normaal. Dat was de eerste keer ook dat ik gedaan had. Echt? Ja. Kijk, ik moet blij zijn zo. Zo. Het ging snel. Schoonmaat. Zo. Dit is hetzelfde als je in een Tesla rijdt. Zeg maar. Ja, dat gevoel, ja. Dat gevoel. Holy shit. Hey. Ik heb hem weer meegenomen. Daar is hij. Dennert! Rustig. Rustig, ja. Danny. Ook schot Amsterdam, ik studeer. Dik nee. Matty! Hey. Ga je dat ding van me? Heerlijk. Wat ben je aan het doen? Ik heb net gedoucht en ik ga nu naar Amsterdam. Naar ons toe. Wat? Kom je naar ons toe? Nee, ik wacht nog om te gaan eten erbij. Was ik vergeten. Goeie. Nou, hier kan je ook eten, Niek. Ja. Niek, kom hierheen. Nee, ik ga eerst even eten met vrienden erbij.
Dan zien we jou vanavond gezellig nog. Wat een gezelligheid! Nou jongens, de gezelligheid begint dus steeds meer te komen. En vertel het leuks. Ja, kutverhaal. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga hem weer uitzetten. Tijd voor een spelletje. Ja. Dit is voor bier, low in sugar. Hey, jammer. Oh, jammer. Dit is rosé bier. Is dat voor jou? Dat is echt lekker. Ja, het lijkt wel lekker. Het is alleen bier. Kom op, Dan. Ik doe Dan. Ja, jongens. Nee, hey, je moet drinken. Jij moet die drinken ook. Laat het vlog. Nee, je moet die drinken. Jij moet die andere drinken. Voor wie? Voor jezelf? Dat is het hele spel, Dan. Zo hoort het, omdat je mooi bent. We zijn lekker bierpong aan het spelen, jongens. Van de keuken! Ja, dat is bier. Nee, dat is gewoon van de baken. Een heel biertje, man. Hij heeft alles weggegooid. Ik wil niet stoken, maar hij heeft alles weggegooid. Jongen. Ja. Ik wil niet stoken, maar hij heeft alles weggegooid. Nee, is jouw team. Jullie moeten sharen, jullie moeten delen. Nee, nee, maar hier is als je een ander. Nou, Dan, proost. Ja, we kunnen weer. Laatste slokje, maar het is wel zo lekker binnen, jongens. Het is tijd om richting de stad te gaan. Wat een gezelligheid, jongens. De sfeer zit er echt lekker in. Kijk eens naar Danny. Dan, we gaan gewoon heel even naar de stad. Hier, dit. Moet je naar de stad? Nee, oké. We gaan eventjes een kijkje nemen in de stad. Dus ik zie jullie zo. Gisteren lekker uit geweest. Het was hartstikke gezellig. Alleen ik ben vergeten de vlog af te sluiten. Want anders heb ik weer zo'n hele rare afsluiten. En ik half lammig zo ga afsluiten. Dus dat is niet handig. Dus ik doe het eventjes op deze manier. Dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe. Later!